Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Wat gaan we eten? Een liedje van Dirk Schelen. Wat? Alleen de één hand, dus de wijsvinger, de rest van de vingers goed dicht. Wat? Heen en weer. En je mimiek die doet mee, dus de wenkbrauwen omhoog. Wat gaan we eten? Eten. Wat gaan we eten? Zeg het maar. Zeg het. Weer die één hand, alle vingers weg. Op je kin, onder je mond. Zeg het maar. Zeggen. Zeggen. Zeg het maar. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. We hebben brood. We hebben brood. Twee B1 handen, dus die duimen tegenaan. En het is net alsof je brood gaat snijden. We hebben brood. Een boterham is boterham. Dus er zit een verschil in. Dus brood en boterham. Maar in dit liedje is het dus, we hebben brood. We hebben boter. We hebben boter. En die smeer je erop. Gewoon erop smeren. En een plakje kaas. Heel sierlijk vind ik het altijd. Je boterham hier ligt hier. En een plakje kaas, handpalm omhoog, hè? Die. En die vliegt op je boterham. En een plakje kaas. We hebben jam. We hebben jam. Weer die één hand, alle vingers weg. Handpalm naar beneden. En hij gaat een beetje voor je mond langs. En dan maak je dus deze beweging. Ja? Jam. Jam. Dus je gaat naar de kant toe van je gebarende arm. Jam. We hebben worst. We hebben worst. Je gebarende hand maakt even de A-hand, dus de duim eruit. Die pak je vast met je niet gebarende hand. En dan is dit worst. 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 En pindakaas. Pindakaas. Is eigenlijk net of je de pinda spelt. Heb je deze voor nodig. Dus die vingers allemaal weg, hè. Alleen je duimen en de wijsvingers. Pinda. Pinda. Kaas. Want pindakaas moet je smeren. Dus eigenlijk is dit gebaar net als hetzelfde als boter. Pinda. Kaas. En hagelslag. Hagelslag. Pak het pak met de C-hand. En hagelslag op je brood. Hagelslag. En pasta shoka. En pasta shoka. Eigenlijk is het chocoladepasta, chocopasta. Pasta, doe je eerst het gebaar van het smeren. Pasta shoka. Dus je draait hem dus even om. Pasta shoka. En een eitje. En een eitje. Je niet gebarende hand maak je weer de O. En dit is eigenlijk je eierdopje. En dan staat het ei op. De andere hand maak je dus een gekromde wijsvinger. En een eitje. Dan tik je het eitje. Eitje. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten?
zeg het maar. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zeg het maar. Hop, 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 hop. Hop. Hap, 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 hap. Gewoon met je geldhand eigenlijk. En dan is hap, 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 hap. Op. Dit is het gebaar van op. Iets is op. Het eten is op. Heb jij je eten op? Heb jij je fruit al op? Op. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat? Weer die vingers weg, hè? Wat gaan we drinken? Nou, net of je de beker vast hebt. Drinken. Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat gaan we drinken? Nou, net of je de beker vast hebt. Drinken. Wat gaan we drinken? Zeg het maar. We hebben melk. We hebben melk. Twee duimen. Het is net of je gaat melken bij de koeien. We hebben melk. We hebben karnemelk. En we hebben karnemelk. En bij karnemelk is het de vijfhand die je nodig hebt. En die gaat voor je neus wiebelen. En karnemelk. Karnemelk. Dus niet nog een keer dit erbij. Dit is dus het hele gebaar van karnemelk. Karnemelk. Of een kopje thee. We hebben thee. Met de ene hand maak je er even een kopje. En de andere is de theehand. Dus deze vingers weg. De duim en de wijsvinger. En dan heb je eigenlijk het labeltje van het theezakje vast. En die hengel je in je beker. Thee. Een kopje koffie. Of een kopje koffie. Koffie. Denk dan aan de koffiemolen van heel vroeger. Je niet gebarende hand zet je zo neer. En de andere maak je een AS-hand van. Dus de duim eroverheen. En nu is de handpalm van deze hand, die is naar beneden. Ja? En dan ga je malen. Dus eigenlijk een beetje de ouderwetse koffiemolen. Koffie. Koffie. Of limonade. Limonade. De L van limonade. En je drinkt het op. Limonade. Limonade. Chocolademelk. Choco. Met deze. Chocolademelk. De chocolademelk. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Wat gaan we drinken? Wat gaan we drinken? Zeg het maar. Nou, en dan hoor je allemaal geluiden en ik heb het zo opgelost van alsof je echt aan het drinken bent. Je drinkt het op.
Maar heb je zelf nog weer een beter idee? Gewoon doen, hè? Veel plezier met dit liedje. En weer succes!